Hallo iedereen, we beginnen aan een nieuw thema, voedingsgewoonten in andere culturen. De opdracht is dat je de voedingsgewoonten uit de verschillende culturen kan vergelijken aan de hand van de principes van een voedingsmodel. We kiezen uiteraard voor ons voedingsmodel, namelijk de voedingsdriehoek. De doelstellingen die we hiermee kunnen evalueren, dat is een specifieke doelstelling, namelijk de voedingsgewoonten uit de verschillende culturen aan de hand van de principes van een voedingsmodel vergelijken. En ook vier generieke doelstellingen, die kennen jullie ondertussen wel. Planmatig werken, doelgericht werken, oplossingsgericht werken en reflecteren over de kwaliteit van jouw handelen. Die doelstellingen ga je ook terugvinden in de evaluatiedocumenten. Niet ieder land zet hetzelfde steeds op tafel. Elk land heeft een traditionele voedingsgewoonte. Om het eventjes te verduidelijken, bijvoorbeeld in Frankrijk eten ze vaak quiche, ratatouille, uiensoep met stokbrood en gesmolten kaas, cassoulet, coq au vin, crème brûlée, wat misschien al iets beter gekend is, tartatijn zijn allemaal typische Franse gerechten. India daarentegen eet dan weer heel veel vegetarisch of compleet vegetarisch. Dit heeft voornamelijk te maken met hun geloof. Idli is een soort van ontbijtgerechtje. Curry's worden meestal 's avonds met rijst gemaakt. Samosa's, pakora's zijn eigenlijk voornamelijk tussengerechtjes. En tandoori en vindaloo zijn een soort van bereidingstechnieken. Verder heeft elk land ook weer zijn verschillende eetgewoonten. Ik denk hierbij aan Italië, waar Italianen snel in een cafeetje een cornetto bestellen, in plaats van thuis te ontbijten. Een cornetto is eigenlijk een zoet broodje gevuld met banketbakkersroom. Daar drinken ze dan vaak een cappuccino bij. Meestal maar tot 11 uur. Als je na 11 uur een cappuccino bestelt, dan word je echt wel als toerist bekeken. Ze eten pasta enkel als een voorgerecht en 's avonds eten ze rond 9 uur. In China eten ze dan weer met stokjes. Daar mag je slurpen en smakken als je het lekker vindt. De soep is geen voorgerecht, maar eerder iets dat gebruikt wordt om de gaatjes mee op te vullen. En tijdens de maaltijden wordt er meestal thee gedronken. Het eindproduct is een presentatie waar jullie vertellen over de voedings- en eetgewoonten van jouw toegewezen cultuur. En die voedings- en eetgewoonten ga je moeten vergelijken aan de hand van onze voedingsdriehoek. Wat wil dit zeggen? Je gaat een projectmap moeten aanmaken. In die projectmap ga je een aantal onderdelen sowieso moeten insteken waar je nadien een PowerPoint van maakt. Die PowerPoint gaan jullie presenteren. Dat kan via Smart School Live of Google Meet, indien we nog niet terug naar school kunnen. Wat moet er sowieso in de projectmap zitten? Een uiteenzetting van de voedingsgewoonten van jouw cultuur. Ik denk hierbij aan gerechtjes, ingrediënten, smaken, eventueel specifieke producten. Een uiteenzetting van die eetgewoonten van jouw cultuur. Ik denk hierbij aan tafeletiketten, maar inderdaad ook weer aan die geloofsovertuigingen, eetmomenten enzovoort. Dit ga je vergelijken met de Belgische richtlijnen, namelijk onze voedingsdriehoek. Dan ga je ook de voor- en de nadelen moeten opsommen van de voedings- en eetgewoonten van jouw cultuur ten opzichte van onze voedingsdriehoek. En tot slot ga je ook een uitgewerkt maaltijdgebeuren van jouw cultuur moeten verwerken met ingrediënten, foto's, recepten. Concreet houdt dit in dat je een projectmap gaat uitwerken, dat je een PowerPoint gaat maken, dat je een presentatie gaat geven en dat je jezelf gaat evalueren. Hier ga ik eventjes terug refereren naar de doelstellingen. Ja, dus je gaat je specifieke doelstelling evalueren en je generieke doelstellingen ga je evalueren. Tot slot maak je ook een peer-evaluatie. Dat is eigenlijk een evaluatie waar jullie een leerling van jouw groep gaat evalueren. De indeling van de groepen die ga je terugvinden in het Word-documentje. Het Word-documentje zet ik ook op Smart School. De culturen zijn wel beslist. We gaan de Marokkaanse of de Turkse cultuur nemen, de Afrikaanse cultuur en de Zuid-Amerikaanse cultuur. Zo, dit is eigenlijk jullie opdracht. Je gaat wel goed moeten alles grondig nalezen in het Word-documentje.
Want je gaat onderling ook moeten afspreken wie maakt er wat, wie neemt welke verantwoordelijkheid. Dat zijn allemaal belangrijke zaken gezien het een groepswerk is. Ik wens jullie hier heel veel succes bij en ja, jullie krijgen hier voor 2 weken de tijd, wat toch wel denk ik voldoende is. Wees aanwezig op het vragenuurtje, wel belangrijk. En tot dan. Veel succes!